Vandaag is er een beetje een echo hier, want we zitten tenslotte in een gebouw van meer dan 20 meter hoog. Maar goed, laten we samen wat tijd nemen om even helemaal tot onszelf te komen. Laten we beginnen met eerst eventjes diep in te ademen. Adem telkens rustig uit. Voordat we ons van binnen kunnen leren ontspannen en helderheid van geest kunnen leren ontdekken, is het eerst zaak dat we ons leren ontspannen in lichaam en geest. We beginnen eerst onze ogen te ontspannen. Ontspan je ogen. Voel de spiertjes in je oogleden, rondom je ogen, tussen je ogen, zich helemaal ontspannen. En als we onze ogen hebben ontspannen, dan kan het zijn dat we ze een klein beetje voelen opengaan. Dat we ze een klein beetje voelen opengaan. En dan ontspannen we ook de rest van ons lichaam, van top tot teen. We voelen als het ware alsof er een golf van ontspanning door ons heen gaat. Van onze kruin, van je kruin, tot je gezicht, nek en schouders, je borst en buik, je rug en je heupen, en je benen tot aan de tenen. Geef jezelf de kans even te ontspannen. En als je lichaam nog wat spanning heeft, laat het dan. We zijn er bewust van, maar we geven het gewoon een plaats. We gaan er ons niet te veel om bekommeren. En zo laten we dat eventjes. We geven dat even wat tijd.
En als we dat wat tijd geven en aandacht, zonder dat we gaan inzoomen, dan merken we vanzelf, als we simpelweg ons bewust zijn van ons lichaam en hoe ons lichaam steeds minder actief wordt, dan merken we ook dat de spanning geleidelijk aan uit ons lichaam wegtrekt. Als we ons lichaam tijd hebben gegeven zich te ontspannen, richten we onze aandacht op het ontspannen van ons innerlijk. We hebben tijdens zo'n meditatie als deze natuurlijk gedachten en gevoelens die door ons heen gaan, die komen en gaan. En we kunnen daar, we hoeven daar helemaal niets mee te doen. Soms dan hebben we zorgen, soms dan hebben we plannen, soms zijn het fijne en soms zijn het niet fijne gedachten. Maar we laten onze gedachten nu niet meer ons bewustzijn kleuren. We geven ze gewoon een plaats, we laten ze, maar we reageren er niet op, net als de wolken in de lucht die komen en gaan. Ze verschijnen en na een tijdje verdwijnen ze weer.
En ons bewustzijn is net als de open, wijdse, blauwe lucht. En we merken dat alles de ruimte heeft. Alles mag er zijn. Maar we gaan niet onze gedachten analyseren of er achteraan hollen. En als we toch zijn afgeleid, dan gaan we gewoon weer terug naar onszelf. Met onze aandacht terug naar onszelf. En we beginnen weer opnieuw. Er is geen haast. We hoeven geen finish te halen. Het is geen hardloopwedstrijd. Het is gewoon een proces. En het is mooi zoals het is. Kunyai Achan, de non die onze tempel in Thailand heeft gesticht, zei ooit: telkens als we gaan zitten, mediteren, is dat goed. Net zoals je op de grond slaat. Je kunt de grond niet missen. Zo ook heeft elk moment van meditatie waarde. Het is nooit tijdverspilling. Maar terwijl we in het dagelijks leven vaak meer werk kunnen volbrengen als we harder ons inspannen, als we ons meer en sneller inspannen. Maar in meditatie is het anders. In meditatie is verstilling of stilstand vooruitgang. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat we het gevoel hebben dat we rustiger zouden willen zijn. En dus gaan we op zoek naar rust, kalmte, helderheid. We gaan daarnaar op zoek in onze meditatie. Maar hoe meer we daarnaar zoeken, hoe meer we in beweging komen en hoe minder rust we vinden. In meditatie is verstilling de essentie. We merken dat hoe meer we tevreden zijn,
met de ruis en alle innerlijke conversaties die we voeren, hoe minder de ruis wordt, hoe minder de conversaties worden. We voelen ons meer tevreden met wat er door ons heen gaat. We hoeven niets meer te veranderen. We kunnen naar onszelf glimlachen. Met alle ruis en alle onvolmaaktheid. Meditatie is niet perfect. En hoe meer we daar ons in vinden, hoe meer we juist perfectie tot ons voelen komen. Meditatie is niet altijd rustig. Hoe meer we daarin ons in vinden, hoe meer rust tot ons komt. Alle goede dingen in meditatie komen tot ons. We hoeven nergens naar op zoek. Hoe meer we ons tevreden voelen in de meditatie, hoe meer ruimte we voelen. Er komt openheid in ons, zelfs een gevoel van leegte in onszelf.
Nu dat we geleidelijk aan in onszelf meer ruimte kunnen voelen, meer openheid, meer leegte, merken we ook dat er meer ruimte is om ons heen. Dat voelt tenminste zo. We voelen ruimte. We voelen de openheid om ons heen. We worden ons bewust van de ruimte om ons heen. We kunnen ons ook voorstellen dat er om ons heen geen muren zijn en geen plafond, geen dak. En we voelen ons als het ware opgenomen in onze omgeving. We voelen ons als het ware samensmelten met onze omgeving. We kunnen weliswaar ons lichaam nog wel voelen, maar het is net alsof we een deel zijn geworden van onze omgeving. We voelen de ruimte in onszelf geleidelijk aan vermeerderen. Onze gedachten bezinken, zijn minder actief en onze ademhaling wordt langzamer. De dingen die door ons heen gaan, die gaan door ons heen. We voelen de ruimte in onszelf en ook buiten onszelf. En alles is goed zoals het is. Dan komen we tot het onderwerp van onze meditatie. We ademen weer diep in. Maar dit keer niet om te ontspannen. We volgen onze ademhaling naar binnen en we voelen de beweging van de ademhaling. En dan merken we dat er zelfs aan het einde van de beweging voelen we zelfs beweging in onze buik.
aan het uiteinde van de ademhaling. En daar vinden we wat we wel noemen de middenruimte. De middenruimte is het punt in onszelf, midden in onszelf, aan het einde van onze ademhaling. We worden ons bewust van deze ruimte. De middenruimte. Is het punt, is de ruimte waar lichaam en geest met elkaar in verbinding staan. Het is de ruimte waar we wakker worden en weer in slaap vallen. Het is zelfs de ruimte waar we worden geboren en weer deze wereld verlaten. Met andere woorden, de verbinding tussen lichaam en geest. En de bron van wijsheid, diep in onszelf. Het kan zijn dat je het kunt voelen, of misschien ook niet. Maar we kunnen allemaal er bewust van worden. Bewust van de middenruimte in onszelf. Bewust van het bestaan van de middenruimte in onszelf, met een hele zachte en zorgzame aandacht. Net als een veertje dat landt op het water. Zo voelen we ook een zachte en zorgzame aandacht. Met een zachte aandacht worden we ons bewust van de middenruimte in onszelf. Geleidelijk aan worden we vaker ons bewust van de middenruimte in onszelf. Geleidelijk aan merken we steeds vaker dat we er bewust van worden. Maar het is ook
net alsof onze aandacht geleidelijk aan vergroeid raakt, gewend raakt aan de middenruimte in onszelf. De middenruimte wordt steeds meer iets vertrouwd. En we voelen geleidelijk aan ons er meer thuis. Vergeet niet dat we altijd weer opnieuw kunnen beginnen. Door weer in te ademen en te kijken waar de beweging van onze ademhaling ons naartoe brengt. We hoeven niet exact op de juiste plaats te zitten. Sommigen van jullie weten misschien wel dat de traditie van Dhammakaya-meditatie zegt dat de middenruimte net boven de navel zit, in het midden van je romp, in het midden van je buik. Maar in de praktijk hoeven we niet zo precies te zijn. Want als onze aandacht helemaal tot verstilling komt, komen we vanzelf, als van nature, als een soort van zwaartekracht, worden we vanzelf aangetrokken tot de middenruimte in onszelf. Dan komen we geleidelijk aan het laatste deel van de meditatie. Hierbij delen we onze innerlijke ervaring met de wereld om ons heen. Of je je meditatie nu als heel rustig hebt ervaren, of als een beetje rustig. Het is altijd goed te delen met de wereld om ons heen.
Want dat is op zich een soort van meditatie. We laten de rust, de kalmte en de innerlijke heelheid die we hebben ervaren, ons gehele lichaam opvullen. Als een soort van energie, een soort van licht. En dan glimlachen we naar onszelf. En diezelfde energie van meditatie laten we vervolgens los. Want het is net alsof de energie van meditatie altijd al naar buiten wilde treden. Altijd al gedeeld wilde worden met anderen. We laten deze energie naar buiten treden en alle kanten opgaan. Maar we voelen altijd weer dat de energie afkomstig is uit de middenruimte in onszelf. En terwijl de energie zich verspreidt in alle richtingen, voelen we net alsof de middenruimte in onszelf de middenruimte wordt van de wereld. En we glimlachen naar de wereld om ons heen. En dan herhalen we de gedachte voor onszelf dat iedereen om ons heen gelukkig mag zijn. Dat iedereen om ons heen vrij mag zijn van lijden. Dat iedereen om ons heen gezond mag zijn. Dat iedereen om ons heen vrij mag zijn van ziekte. Iedereen onszelf in kluis. Dat we allemaal gelukkig mogen zijn. Vrij van lijden. Iedereen om ons heen, mensen die veel lijden, mensen die weinig lijden, mensen die gelukkig zijn, een beetje of veel, dat iedereen gelukkig mag zijn. Mensen die we kennen en niet kennen, mensen die we mogen en niet mogen, dat iedereen gelukkig mag zijn, vrij van lijden. Mensen die dichtbij wonen en veraf. Mensen die klein zijn en groot. Man of vrouw. Welk land, ras of religie dan ook. Dat iedereen gelukkig mag zijn. Vrij van lijden. Zelfs de dieren, mens of dier. Zoogdier, vis of vogel. Dat iedereen gelukkig mag zijn. Vrij van lijden. En onze gedachten gaan uit naar alle mensen en dieren in de wereld, terwijl we de energie van de middenruimte steeds meer de wereld in voelen gaan.
Dan komen we geleidelijk aan het einde van de meditatie. We voelen dat we geleidelijk aan bewust worden van de geluiden om ons heen. Of het nu de vogels of vleermuizen zijn. Of het nu de buren zijn om ons heen. Of de auto's buiten. En we merken dat we ons bewust van worden van de mat of de stoel waar we op zitten. We worden ons bewust van onze eigen handen die op onze schoot rusten. We worden ons bewust van de temperatuur hier. Is het koud, dan wel warm. En voordat we onze ogen open doen, herinneren we onszelf eraan dat we altijd weer opnieuw in momenten van nood of gewoon op een goed moment weer terug onszelf kunnen verbinden met de middenruimte in onszelf. Want de middenruimte is er altijd. Het is alleen maar aan ons of we er bewust van zijn. We kunnen ook altijd de goede intenties, onze liefdevolle aandacht, het goede wensen naar de wereld toe verspreiden, zoals we dat zojuist deden, vanuit de middenruimte in onszelf. Dan doen we geleidelijk aan onze ogen open aan het einde van de meditatie. En we zullen merken dat we met net wat andere ogen naar de wereld om ons heen kijken.